Als je niet in de intieme kring van een transpersoon zit, is vragen stellen dan oké? Wanneer gaat het te ver? En welke vraag is dan echt not done om te stellen? Dit kom je natuurlijk vaak tegen. Iemand die komt erachter dat je trans bent en die is niet enorm iemand in je intieme kring, maar heeft allemaal intieme vragen. Dat is lastig. Het is voor mij heel belangrijk, en dit zeg ik echt vanuit mezelf, omdat ik denk dat er iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Ik ben over het algemeen in staat om respons te geven op vragen. Het zal niet altijd het antwoord zijn waar je naar op zoek was of wat helderheid biedt, maar ik zal je zeker een antwoord geven. Ik zal je niet voor je neus slaan of boos weglopen. De setting is gewoon heel erg belangrijk. Op het moment dat iemand mij in een volle trein vraagt wat ik in mijn broek heb, dan is dat niet het moment. Nooit eigenlijk. Maar als je zegt van, ik ben mezelf ook bewust van de intimiteit van deze vraag. En ik ben gewoon zo benieuwd. Hoe voelt dat nou nu je een platte borstkas hebt? Weet je, dat is leuk. Ik wil gewoon dat het een oprechte vraag is. Niet vanuit een soort gevoel naar een sensatie. Ik moet het gevoel hebben dat ik als mens benaderd word. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Heb jij nou ook een vraag voor ons? Zet hem in de comments of stuur ons een berichtje en dan gaan wij hem beantwoorden.